Goeiedag. We zijn nog druk bezig met de verbouwing, maar het schiet steeds meer op en de studio krijgt steeds meer vorm achter mij. Binnen wordt de laatste hand gelegd aan het schilderwerk en dan kunnen we de komende dagen het interieur weer gaan opbouwen. Laten we maar eens even gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Vielen vandaag best nog wel wat buitjes in Nederland en hier en daar hagelde en kwam er zelfs natte sneeuw nog naar beneden. Het was ook wel weer fris met temperaturen zo rond de 9 graden. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en met name in de westelijke helft van het land kunnen er ook nog een paar buien vallen. De temperatuur die daalt tot rond het vriespunt in het westen. Dieper landinwaarts kan het in opklaringen weer licht gaan vriezen. Morgenochtend beginnen we nog wel met een paar buien, vooral weer in het westen van het land. Kans op hagel blijft nog wel even aanwezig, maar er gaat wel wat veranderen, want de atmosfeer die gaat stabiliseren en dat betekent dat de buiigheid er geleidelijk aan uitgaat. Morgenmiddag blijft het ook overal droog en zijn er zonnige perioden en stapelwolken. De temperatuur die ligt dan tussen de 9 en de 10 graden. En na morgen ziet het er ook niet verkeerd uit. Het weerbeeld is vrij zonnig, er zijn stapelwolken, maar het blijft overal droog. De temperatuur gaat iets omhoog. In het weekend zitten we zo rond 12, misschien wel 13 of 14 graden. En volgende week blijft het droge weerbeeld aanwezig. Er zijn zonnige perioden en de temperatuur gaat nog iets verder omhoog. Ook de nachten worden geleidelijk aan minder koud. En in het weekend blijft de temperatuur in de nacht waarschijnlijk al boven nul.